Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 16 december van Weerplaza. In het hele land heeft het afgelopen nacht gesneeuwd. Het is zo'n 1 tot 3 centimeter gevallen. Het heeft allemaal te maken gehad met een storing die afgelopen nacht over ons land is getrokken. Het is de grens tussen de koude lucht in het oosten van Europa en de zachtere lucht in het westen. En de zachte lucht die wint geleidelijk aan terrein. Vanaf vandaag hebben we te maken met storingen die vanaf de oceaan over onze omgeving trekken en milde lucht stroomt ons land binnen. De sneeuw die zal dus geleidelijk aan weg gaan smelten. De temperatuur stijgt vanmiddag. In Groningen ligt het kwik vanmiddag rond een graad of 2. In het zuiden rond de 5 of 6 graden. Daarbij zien we wolkenvelden. Af en toe breekt de zon door. En lokaal is het sterk nevelig. De wind komt vanuit het zuiden. Is matig, windkracht 3 tot 4. Vanavond blijft het droog. Er zijn opklaringen en lokaal kan het mistig worden. En dat is hinderlijk in het verkeer. Verder ligt de temperatuur tussen de 2 en de 4 graden. Vannacht trekt er meer bewolking over, zodat het morgen geheel bewolkt is en in de ochtend regenachtig. 'S Middags wordt het droger en breekt de zon af en toe door. En met 5 tot 7 graden in de middag is het vrij zacht. En die zachte lucht, die houden we de rest van de week. Dinsdag is een droge dag bij 6 tot 8 graden. Misschien kan er een enkel buitje vallen aan zee. En verder waait er een stevige zuidoostelijke wind. Woensdag en donderdag regent het van tijd tot tijd bij 'smiddags 6 tot 9 graden en soms ook veel wind. Dus de winter, die is maar even in het land. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.